Een van de mooiste websites om het Nieuwe Testament mee te lezen is het gntreader.com. gntreader.com. Dat is echt heel erg mooi, want je krijgt dan de tekst in deze vorm. Griekse tekst aan de linkerkant, dat is de Nestle Aland, ik meen editie 27. Maar als je op een woord klikt, dan krijg je aan de rechterkant uitvoerige uitleg. Hier in Abbott Smith, uitleg over de grammaticale achtergrond ervan, het aantal gevallen dat het voorkomt. Je zou ze allemaal kunnen bekijken als nodig is. En die uitleg gaat nogal ver. Je ziet hier hoe uitgebreid dat allemaal is, tot en met, dat kan ik net eventjes niet laten zien, maar tot en met de wijze waarop de King James vertaling het vertaalt. Dus mooier kan het eigenlijk niet voor het echte vertaalwerk. 2 Johannes 1, kijken we eerst maar even naar vers 1. Ho presbyteros eklektai kuriai, kai tois technois autes, hus ego agapo en alateai, kai uk ego monos, ala kai pantes hoi ek nokotes ten aletheian. Lees even door. Dia ten aletheian ten menousan en hemin, kai met hemon estai eiston aiona. Ik laat het daar maar even bij, dan doen we nu deze twee versen. En gewoon door aan te klikken krijg je dus de betekenis te zien. Ho, dus de. Of het presbyteros, de oudste, de oudere. Verschillende betekenissen, KJV heeft alleen maar de oudste, de oudste. Dativus, ook de grammaticale interpretatie staat er meteen achter. Dativus singular, dus vrouwelijk, de uitverkoren, vrouwen. Dus de oudste aan de uitverkoren vrouwen. En aan haar kinderen, de kinderen van haar. Die ik lief heb in waarheid. En niet ik alleen, dus niet ik ben de enige die deze kinderen en deze vrouw lief heeft. Maar ook, hier zouden we moeten zeggen, ook allen, dit is ons eerste echte moeilijke woord. Eknokotes, dan moet je weten dat dat afkomstig is van Ginosko. Ginosko is een stam die 221 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat heeft de betekenis van kennis verwerven, passieve vorm bekend worden. Hier de waarheid kennen. Zeer belangrijk, frequent van kennis van de goddelijke dingen. Romeinen 1, 21, hè, die God kennen, betekent niet zozeer dus hebben leren kennen in dit geval, maar gewoon kennen. To know absolutely, zegt Strong. Begrijpen, zegt de KJV. Kennis hebben van. Zij die de waarheid kennen. En je zou dus inderdaad moeten zeggen, eknoka betekent ik ken en niet ik heb leren kennen. Hier het participium, actief, nominatief, pluralis, masculinus, zij die de waarheid kennen. Je zullen ook deze vrouwen leren kennen. Zullen deze vrouwen ook liefhebben, is het idee. Hè? Kennis leidt tot liefhebben. Het is een liefhebben in de waarheid. Dia plus accusatives moeten we hebben, want ten aletheian is accusatief en er zou dan hier moeten staan. Vanwege of terwille van, dit is denk ik de betekenis die wij hier nodig hebben, vanwege de waarheid, en daar wordt nog wat van gezegd, de waarheid die blijft, ook weer een participium. De blijvende waarheid, betekenis van blijven, hier, steden kan dat zijn, situatie kan dat zijn,
Het heeft allemaal de betekenis van blijven, dus in die positie blijven. Van de waarheid die blijft in u. Dus een blijven hier in een plaats zou je kunnen zeggen in uw leven. En met ons, met een van meta, en dat wordt voor een klinker met een taf, teta, nee niet een teta, een touw. En als die geaspireerd is, dan komt er een teta. Gaat hier met de genitivus, association en companionship. Die waarheid die is met ons en zal met ons zijn, futurum, van Ivy. Eiston Iona, letterlijk in de eeuw, hier, futurum, Eiston Iona, vergelijkt le olam, altijd. En dat geeft ons de totale vertaling. De oudste aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik lief heb in waarheid. En niet ik alleen, maar ook allen die de waarheid kennen. Vanwege de waarheid die blijft in ons en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. Dat is vers 1 en 2 van 2 Johannes 1. We gaan kijken naar vers 3. Estai met hemon charis eleos herene para teo patros, ca para Jesu Christu tu huu tu patros, en aletheiai kai agapei. Estai met hemon zal met ons zijn, in deze versie dus met ons, in de Textus Receptus staat hier humoon, dat komt vaker voor, dat hemoon en humoon met elkaar verwisseld zijn. Als je de Byzantijnse traditie tegenover de Alexandrijnse zet en vergelijkt. Maar goed, zal zijn met ons, dus hier in de Statenvertaling met u. Nou, wat zal er zijn? Charis, gen in de Septuaginta wordt vertaald met charis, dus genade. En dat kan objectief en subjectief zijn. Dat is een aardige aanduiding. Objectief, dat wat een gunstige blik mogelijk maakt. Genade dus. Subjectief, aan de kant van de gever is het zijn genadevolheid. En aan de kant van de ontvanger het gevoel van dankbaarheid als antwoord erop. En ten derde, het effect van de genade, de staat of de positie van genade. Zoals het woordenboek dat hier weergeeft, zie je al aardig wat betekenissen die ook interessant kunnen zijn. Hoe zit dat nou hier in de aanhef van zo'n brief? Charis zal met ons zijn, de genade van God zal met ons zijn of met u zijn. Als dat met u zijn is, dan denk je toch dat charis iets te maken heeft met de genade die gegeven wordt. Dus dan hebben we het over de subjectieve genade van God zelf die aan ons gegeven wordt. Als het is aan u, dan denk je toch eerder aan de objectieve genade. Die wordt toegebeden. Dus de subjectieve is de genade die wij allen ontvangen hebben. Die wordt ons toegezegd, die zal met ons zijn. Die ontvangen genade zal met ons zijn. En als het u is, dan wordt die objectieve genade ons toegezegd. Zo zou je het onderscheid toch kunnen maken. We gaan even kijken of we daar verder uit kunnen komen. En Leos komt maar 27 keer voor, betekent barmhartigheid of medelijden. Erene, vrede. In de meest seculiere betekenis het afwezig zijn van oorlog, maar ook harmonie tussen mensen. De shalom in de Septuaginta natuurlijk, de toestand van veiligheid en zekerheid. Die vrede wordt ons hier toegezegd. Als we dus lezen, zal met ons zijn.
Het zal met ons zijn. Nou, Gods genade die ons overkomt. Gods barmhartigheid die ons bereikt. De Gods vrede die ons geschonken wordt. En dat lijkt duidelijk te zijn dat je toch met hem moet lezen. Zal met ons zijn. Als het zou kunnen gaan om voortzetting van deze gedachte. Hè, die waarheid zal met ons zijn tot in eeuwigheid. Hè, zij en dan dezelfde gedachte verder voortgezet. En de genade en de barmhartigheid en de vrede van de kant van God de Vader zal met ons zijn. Dat lijkt heel logisch. Misschien is ook te beredeneren dat hier staat, die waarheid is altijd bij ons. En nu zal die genade ook bij u zijn. Maar dit is natuurlijk geen wens. Hè? Erstai is gewoon aanwezig zijn futurum. Dus er is geen sprake van, ik kijk even snel hier doorheen, er is geen sprake van dat Erstai eigenlijk een wens zou kunnen zijn. Dus de genade, de barmhartigheid en de vrede van God de Vader zal met ons zijn, zoals hij ook Heere gezegd heeft, dat de waarheid met ons zijn zal tot in eeuwigheid. En dan tenslotte, en aletheiai, in waarheid, religieuze waarheid in het bijzonder. En liefde, hoe moeten we nou dat aletheiai verstaan? Er is hier een mogelijkheid om waarachtigheid te vertalen. Dus de oprechtheid en de integriteit van het karakter. Wordt dat nu hiermee bedoeld? Dus zal dat met ons zijn, deze genade, barmhartigheid en vrede, in zoverre wij waarachtig zijn en elkaar lief hebben? Dat lijkt in ieder geval een mogelijkheid. Ga even door nog naar vers 4 en dan kom ik nog even terug op vers 3. Egaren liaan hoti haureka ekton teknon su peripatuntas en aletheiai, katoos entolens egaren, ik verheug mij, van Gairo, egaren, is hier auristus, passieve, maar het is een deponent, dacht ik niet, ik ben vrolijk geworden of vrolijk gemaakt, maar het betekent gewoon vrolijk zijn. Ik ben verheugd. En liaan is een bijwoord. Dat betekent zeer. Maod in de Septuaginta ligt voor de hand. Ik verheug me zeer over dat ik gevonden heb. Van heurisco. Heureka. Perfectum form. Ik verheug me zeer over dat ik gevonden heb. Uit jouw kinderen. Dat ek. Met een genitivus betekent vanuit. Dus dat is een partitivus, het geeft hier hè, een deelverzameling zou je kunnen aan, een deelverzameling. Dus uit de kinderen van jou, die wandelen, peripatuntos, van peripateo, halach, een bekende werkwoord, in tenach voor wandelen, voor de levenswandel. Peripateo, peripatuntas, participium accusatief, pluralis masculinus, in waarheid. Dus ik verheug me er zeer over dat ik onder jouw kinderen, dus niet allemaal, maar onder jouw kinderen, heb gevonden zij die wandelen in waarheid. Katoos, zoals, verder geen bijzonderheden, katoos wordt vaak voor kata gebruikt, kataper, kato, katoti, allemaal synoniemen van elkaar. Zoals elabomen, wij hebben ontvangen van lambano, de aoristische vorm, elabon. En wat hebben wij ontvangen? Een entolen, een gebod. Para to patros, opnieuw. Het para in de zin van de kant van. Indicating source or origin. Kan in de Septuaginta de vertaling ook zijn van miat en meetzel. Of lief nee, hè? Dus van de kant van, of van bij weg, of van de hand van, uit de hand weg. Naast kan dat dus ook betekenen. Para plus genitivus kan dus miat, hè? Aan de hand, aan de miat smolly, rechterhand. Van, zoals wij een
gebod hebben ontvangen van de kant van de Vader. Dat is vers 3 en 4 van 2 Johannes. De genade en de barmhartigheid en de vrede zal met ons zijn van de kant van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarachtigheid en liefde. Ik verheug me er zeer over dat ik onder uw kinderen gevonden heb die wandelen in waarheid, in waarachtigheid, of wandelen in overeenstemming met de geopenbaarde waarheid. Dat kan alle twee, of is misschien wel alle twee. Zoals wij een gebod hebben ontvangen van de Vader. Vers 3 en 4 was dat. En dan gaan we naar vers 5 en 6. Kai nun erotose curia ughos entolen kainen grafon soi alle hen eigomen ab arches hina agapomen allelus. En nu vraag ik jou, erotao, vragen, allemaal geen moeilijkheden. Het gaat wel met de accusatief, de C. Curia, vrouwen, dat is dus een vocatief, maar die is hetzelfde als de nominatief. En nu vraag ik jou, vrouwen, niet, dat is oek, maar oeg voor de aspiratie van hoos, hè, voor de haaklank, zeg maar, van hoos, oeg hoos. Niet hoos, zeer lastig. Adverbiale vorm staat hier van het relatief pronomen hos, her en ho. Niet zoals. Dus hutos, hoos, kan samen met een demonstratief gaan. Kan dat zoiets betekenen als alsof, temporaal, niet, op de manier dat, niet alsof zou ik hier bijna vertalen, zou het iets kunnen betekenen als omdat. Ik wil even kijken bij Abbott. Implying opinion or belief. Ik kan eigenlijk niet precies hier vinden. Ja, zo is toch de beste vertaling. Met een demonstratief die kan worden uitgedrukt of die kan impliciet gelaten zijn. Nu vraag ik jou, vrouw, niet. Ja, ik zou zeggen alsof. Niet alsof. Grafoon. Schrijvende, niet alsof ik u schrijf, een kainos, een nieuw, hè, dus iets wat echt helemaal nieuw is in vorm, kwaliteit, nog niet gebruikt is. Niet alsof het een volkomen nieuw gebod is, een entole. Een entole gebruikt met name van Gods geboden. Dus nu vraag ik jou, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, een schrijvende opleg, aan u, maar een die, een entolein, een gebod dat wij al hebben in perfectum eigen van ego hebben, vasthouden, ontvangen hebben, maar een die wij ontvangen hebben, apo arches, vanaf het begin. Dat kan zijn het begin van alle dingen, dat is hier toch niet de bedoeling. Het kan ook zijn vanaf het begin van de prediking van het evangelie. Of vanaf het begin, namelijk Jezus' gehele zending. Want dat komt natuurlijk voor in het Johannes-evangelie, in hoofdstuk 14, hè, elkaar liefhebben. Hina agapomen, dat een subjunctief is, dat zie je aan de omega. En samen met hina, hina is een conjunctie. Hier met de subjunctivus. Betekent dus gewoon op dat. Zodat, op dat of zodat. Op dat, of, hier dus dat, een gebod hebben we ontvangen. Op dat, dus met als inhoud dat,
wij elkaar, allelu's, elkaar zouden lief hebben. Elkaar. Reciproc pronomen. Dus, en nu vraag ik u vrouwen, niet alsof schrijvende een nieuw gebod aan u, maar een die wij voortdurend al hebben, imperfectum, voortdurend al hebben, vanaf het begin, namelijk dat, of opdat wij elkaar zouden lief hebben, hina plus cognitivus, gewoon voor de inhoud in dit geval van dat gebod. Kai haute estin he agape, hina peripatomen kata tas entolas autu. Haute he entole estin, katos ekusate ab arges, hina hen en aute peripatete. En, dit is de liefde. Dit is de liefde. En we moeten elkaar lief hebben. Nou, waar bestaat die liefde dan uit? Dit is de ahava. Dat wij zouden wandelen. Peripateo. Volgens de geboden. Gods geboden in het algemeen. Gods geboden door Christus doorgegeven. Of de geboden van Christus zelf. En vaak dus met dat hina uitgedrukt. Wandelen volgens de geboden, opdat we zouden wandelen in zijn geboden. En dan komt hier het enkelvoud. Dit is haute, dat is hutos, haute, tuto, dat rijtje moet je hebben. Demonstratief pronomen, zij in dit geval, zij hamitswa. Dit is het gebod. Dus te midden van al die geboden is er dat ene gebod, dat alle andere geboden verheldert en begrijpelijk maakt. Zoals jullie hebben gehoord, ekousate, aoristus, tweede persoon, mannelijk enkelvoud. Vanaf dat begin, vanaf een begin. Namelijk dat u, peripatete, hina weer plus conjunctivus, of subjunctivus, wat je ook maar wil zeggen, conjunctivus en subjunctivus is hetzelfde. Dat je daar zou wandelen daarin. En oudheid daarin, dat kan alleen maar terugslaan op he en tole, ook een vrouwelijk woord. Dus dit is het gebod, zoals u ook vanaf het begin gehoord hebt. Aoristus betekent dan hier, begonnen bent te horen, of zonder tijdsaanduiding, waarvan u gehoord hebt vanaf het begin. Hoewel hier een tijdsaanduiding staat, hoeft dat ekousate dus niet zelf een tijdsbepaling te bevatten. Opdat u daarin zou wandelen. Dat is het grote gebod. Dat is de levensweg. En de meervoud, de high entolai, het meervoud van de geboden, zijn daar als het ware weerspiegelingen van. 7. Had die polloi planoi excelton eiston kosmon. Hoi me homologuntes Jesun Christon ergomenon en sarki. Houtos est in ho planos kai ho antichristos. Want, een redengevend hoti, want vele planoi, verdwalingen, maar ook mensen die anderen doen dwalen, bedriegers. Want vele bedriegers, ex Elton, zijn uitgegaan. Eiston kosmon, in de richting van de wereld, eis met accusatives, betekent dus dat je ergens ingaat, richting, erin. Vooral na werkwoorden van beweging. Ex Elton, ex ergomai, yatsa, wordt ermee vertaald. Want vele bedriegers zijn uitgegaan in de wereld die niet homologeomai, homologeo, yadahifil, dus doen kennen en nadar beloven, zweren. Homologeomai, overeenstemmen, beleiden of erkennen of beloven. Hier erkennen, denk ik, of beleiden, die niet beleiden,
waarom mij gebruikt als de ontkenning afhankelijk is van een voorwaarde of een hypothese. In onderscheid van u dat absoluut ontkent. Dus mijn homologontes veronderstelt dat we het hier over die bedriegers hebben, dan zou de verklaring moeten zijn. De betekenis is hetzelfde, die niet beleiden, hoewel ze het wel zouden kunnen, dat Jezus Christus, wat je dan beleidt staat in de accusatief, is dat Jezus Christus gekomen is in het vlees, dus waarachtig mens geworden is. Mijn homologontes denk ik dus omdat het afhangt van de vraag of ze dat wel of niet zullen doen, en daar zijn ze vrij in. Ja, het is geen absolute uitspraak in die zin, maar het hangt er vanaf of deze stand van zaken ook daadwerkelijk gevonden wordt. Houtos, dat slaat terug op die homologontes. Deze, betekent het letterlijk, deze is de bedrieger bij uitstek, iemand die dat doet. Een van die vele bedriegers, die dus niet deze belijdenis onderschrijven. Dit is de bedrieger en de antichrist. Dit is als ware de bedrieger bij uitstek en de antichrist. Goed, en dit is de liefde. Dat wij zouden wandelen volgens zijn geboden. Dit is het gebod. Zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij daarin zouden wandelen. Want vele bedriegers zijn uitgegaan in de wereld, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is het bedrog bij uitstek. Dat is de antichrist. Ja, dat is niet letterlijk genoeg. Deze is de bedrieger en de antichrist. Dat is vers 6 en 7. Kijken we naar vers 8, 9 en 10. Blepete heautus, kijk naar uzelf. Blepo, lichamelijk zien, maar ook wel waarnemen, begrijpen. Hier wordt gezegd metafysisch van een geestelijk zien. Blepete heautus, ziet toe op uzelf, vertalen wij dan wel eens, of let op uzelf. Maar het is vooral, kijk dus naar jezelf. Neem jezelf nou waar, opdat je niet, apolicerte, opdat je niet, opdat jullie niet verliezen, dus niet wij verliezen, zoals de Textus Receptus aangeeft, zoals dat ook in de Statenvertaling dan dus voorkomt, opdat jullie niet, apolumi, aoristus, subjunctivus vanwege dat hina, en mij is dan automatisch de ontkenning die bij die subjunctivus hoort, opdat jullie niet volledig verliezen, dat niet bij jullie volledig verloren gaat, ha, datgene wat, komt gewoon van hos, en het staat dus voorafgaand, demonstratief pronomen, relatief pronomen is mogelijk. Goed, ho, ha, meervoud van ho, neutrum. Dat wat, opdat jullie niet zullen verderven, is ook nog misschien mogelijk, dat jullie niet zullen verderven wat, en dan komt wij, wat wij ergatsomai, wat wij gedaan hebben, aoristus, medium, op dat wat wij tot stand hebben gebracht. Dat wat wij tot stand hebben gebracht. Dat is, we hebben een transitieve vorm nodig, want H is het object van erga samatha. Werken en doen en uitwerken. Opdat jullie niet ten verderve brengen wat wij gedaan hebben. Je ziet hier epsilon plus epsilon. Erga samatha en dan de het augment epsilon voor de verleden tijd wordt samen dan epsilon iota, wat wij gewerkt hebben. Daar zit het woord ergon ook in.
Allah miston een beloning, plere, een volledige beloning, apolaberte. En dat is weer tweede persoon. Hè, maar jullie dus een volledig loon zullen ontvangen. Zie toe op uzelf, op dat jullie niet bederven wat wij gewerkt hebben, maar zodat jullie, dat hierna moet je bij dat apolaberte trekken, maar opdat jullie een volledig loon zullen ontvangen. Vers 9. Een ieder die overtreedt, proagoon, die, vooruit, die de weg opgaat, die voortgaat, niet dus die overtreedt, proago, nagash, naderen, ieder die voortvarend is en niet blijft, benoon, en niet blijvende is, participium, in de leer van Christus, de doctrine, datgene wat onderwezen wordt, hier dus niet het actieve onderwijsgevend zijn, maar de inhoud van dat onderwijs. En dat toe is denk ik hier een genitivus objectivus. De genitief wordt hier verder niet uitgelegd. We hebben hier geen syntactische aanwijzing hier. Maar die niet blijft in het onderwijs aangaande Christus, dus in het christelijk onderwijs en de catechisatie die ze hebben ontvangen. Theon ook ega, heeft God niet. Gewoon God zonder dit woord, maakt niet uit, is toch gewoon. Daar is toch God mee bedoeld. Hier, anarthrus, dat wil zeggen, theos gebruikt zonder het lidwoord, komt veel voor. Paratheo, paratheo, katatheon. En hier dus gewoon theon. Zonder lidwoord kan dat ook God aanduiden. Theon ook ege. Homenonentij didagei, wie blijft in het onderwijs, houtos, die ege heeft ook en ook. Dus zowel de vader als de zoon. Heeft zowel de vader als de zoon. En ieder die voortgaat, dus weggaat van datgene waarin hij blijven moet. En ieder die voortgaat en niet blijft in het onderwijs aangaande Christus, heeft God niet. Hij die blijft in het onderwijs, die heeft zowel de vader als de zoon. Dat is vers 9, gaan we naar vers 10. Eitis ergetai proshumas. Kai tauten ten didagen u vrij, me lambanete auton eis oikiam, kai gairein autoi me legete. Als een conditie hier samen met de indicatief, dus een reële conditie wordt hier genoemd, een reële conditie. Even kijken of die syntactische aanwijzing hier staat. Het indicatief, een algemeen. Ja, dit is een syntactische aanwijzing. Samen met de indicatief drukt het een algemene aanname uit. Dus stel dat er iemand is die bij u komt. En dat voor hem geldt dat hij niet brengt, niet met zich meebrengt, niet uitlegt, niet naar voren brengt. Dit onderwijs. Tauten ten didagen, dit onderwijs. Merk op dat het lidwoord dus herhaald wordt. En tauten hier adjectivisch wordt. En dit onderwijs niet brengt. Me lambanete auton ontvangt hem niet. Eis oikian. Eigenlijk en oikioi, oikiai. Maar eis vaak gebruikt ter vervanging van en. Ontvangt hem niet in huis. Kai gairein. Gairein is hier. Indirecte reden en gegroet, merlekete, zeg dat niet tegen hem. En groet hem dus niet, zeg niet gegroet,
tegen hem. Dat is vers 10. Dit waren vers 8, 9 en 10. Ziet toe op uzelf dat u niet verderft wat wij gewerkt hebben, maar ziet toe op uzelf opdat u zult ontvangen een volledig loon. En ieder die voortgaat en niet blijft in de leer aangaande Christus, heeft God niet. Wie blijft in de leer, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, dus niet onderwijst, ontvangt hem niet in huis en zegt niet gegroet tegen hem. Dat is vers 8, 9 en 10. We komen bij het laatste gedeelte van de tweede Johannesbrief. We gaan lezen vers 11, 12 en 13. Hij die zeggende, immers, hij die zegt tegen hem, dus dat zal die valse leraar zijn, Gairijn, gegroet, koinonei, kinoni, zal het geklonken hebben, iets in die trant, of kinoni zelfs, in de eerste eeuw, omdat zowel omikron jota als epsilon jota als een i worden uitgesproken. En dit is dan gerinde trouwens. Immers, hij die zegt tegen hem, gegroet, koinone, heeft deel aan, koinoneo, heeft deel aan, is een medestander, is een deelgenoot geworden, aan zijn werken. Dus de suggestie is dat op de valse leer ook altijd valse werken volgen. Aan zijn werken die slecht zijn. Aan zijn werken die slecht zijn. Omdat tois poneroys als een aparte, zelfstandige bepaling achter dat ergoi staat. Dus eerst zijn werken en dan die slecht zijn. Drukt dat mooi uit. Wie tegen hem gegroet zegt, heeft deel aan zijn werken die slecht zijn. Vers 12. Polla egon humen grafijn uk ebuleten diagartu, kai melanos, alle elpitso geneste pros humas, estoma prostoma lalesai, in hegara humon pe pleromene ei. Vele dingen hebbende u te schrijven. Ik heb veel dingen u te schrijven. Ook ebuleten, maar ik wilde niet van bulomai, diagartu, met behulp van, dia met genitief is dan instrumentalis. Agartes is een heel mooi woord, een stuk papier. Mugila, een rol, een boekrol, is dus in de Septuaginta de vertaling geworden. Gartes voor Mugila. Kai melanos, letterlijk het zwarte, maar dat is dan gewoon inkt. En dat zwarte, melas, melanos. Alla alpitso, maar ik hoop genestai proshumos. Ik hoop letterlijk te worden bij u, dus te komen bij u. Genestai kan dan, behalve dan in het bestaan komen, of gebeuren, ja, toch ook zoiets aanduiden als erbij zijn. Ik hoop bij u te zijn, zou ik dan ook willen vertalen. Maar de strekking is eigenlijk, ik hoop naar u toe te komen. Maar Genesta, ik hoop bij u te zijn, zou ik dan misschien de voorkeur hebben. Bij u te worden kan natuurlijk niet gezegd worden. En stoma prostoma. Stoma is mond. En van mond tot mond is ons idioom daarvoor. Hier mond bij mond te spreken. Mond bij mond te spreken. La lesai, la leo, auristus, actief, infinitief. Opdat de vreugde, uw vreugde, is dat hier, egare humon, maar voor hetzelfde geld had hier hemon kunnen staan, opdat uw vreugde, pepleromene, van plero, vullen, hier participium van het perfectum, opdat uw vreugde vervuld zou zijn, subjunctivus van eimi, is eijé in de derde persoon, enkelvoud.
Podde egon humen grafijn, uke buletten, die je gart ook uit menenos, la pitsok in este pros humas, ke stoma pros stoma la leersai, in een hegare humon preplerobene ei. Vele dingen heb ik u te schrijven, vele dingen heb ik u niet willen schrijven door middel van papieres en inkt, papier en inkt, maar ik hoop bij u te zijn en van mond tot mond te spreken, opdat uw vreugde volledig zou zijn. Ten slotte het laatste vers, as patsetai. Gegroet, enkelvoud, de persoon enkelvoud, maar dat gebeurt altijd als het subject daarvan een onzijdig meervoud is. Een technon kind heeft ta tekna als meervoud, dat is een onzijdig meervoud. Dus as patsetai. U, tweede persoon, singulair is u, groeten de kinderen van de broer, van uw broer, maar dat zou Adelphos zijn, Adelphae is natuurlijk vrouwelijk. Dus u groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. En zo eindigt de brief bijna zo'n beetje als hij begonnen is. Behalve dan hier het woord presbyteros. Eklekte curia, curiae, de uitverkoren vrouwen. En het eindigt met de uitverkoren zuster. Beide zusters die uitverkoren zijn. Verkoren door, nee niet door Christus, dat staat er natuurlijk niet. Christus is uitverkoren. Maar christenen zijn uitverkoren. Hier zie je de verschillende teksten. Dus de uitverkorene van Christus, de uitverkorene van God, wordt in vele plaatsen gezegd. Geselecteerd, nou ja, favoriet is dan mogelijk de implicatie, maar KJV heeft niet. Kijk, select betekent dus uitzonderlijk binnen een verzameling, maar elect betekent uitverkoren uit een veelheid. Eclecte is van eclego trouwens. Dit begrijp ik niet helemaal. Bagan is dat? Ja, Bagan is uitverkiezen. Ja, dat is ook zo. Dus daar zijn we er. Ik lek thuis. Dit was 2 Johannes. Vers 11 tot en met 13. Nog één keer. Want wie tegen hem zegt gegroet, heeft deel aan zijn werken die kwaad zijn. Ik wilde u niet vele dingen schrijven, of beter gezegd, vele dingen heb ik u te schrijven, maar ik wilde dat niet door papieres en inkt, op papier en inkt, maar ik hoop bij u te zijn en van mond tot mond met u te spreken, opdat uw vreugde vervuld zou zijn, volkomen zou zijn. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Het is heel interessant dat de schrijver Johannes zich introduceert als de ouderling. Waarom heeft hij zichzelf niet aangeduid als de apostel? De vroege christenen hebben in ieder geval in deze ouderling Johannes de apostel herkend, maar Johannes doet dat niet. Waarom doet hij dat niet? Een van de argumenten is dat hij dat niet nodig had, omdat het apostelschap van Johannes helemaal nooit in dispuut geweest is. Dat is anders met het apostolaat van Paulus. En toch is het op zich opvallend, want de titel apostel is natuurlijk wel hoger dan de titel ouderling. Vervolgens kun je zeggen, presbyteros, ouderling, is een uitdrukking die toch wat dichter bij het hart ligt. En dat kenmerkt deze tweede brief als een hele persoonlijke brief. Dat is anders dan de eerste Johannesbrief, die zelfs helemaal geen aanhef heeft. Maar de tweede en de derde Johannesbrief vallen overduidelijk in de categorie van de persoonlijke brieven. Het is een vraag wie nu deze elect lady is, die eclectae curiae, die uitverkoren dame zou wel eens eclecta kunnen heten.
sommigen beweren dat, hè, dus dat het niet een uitdrukking is voor uitverkiezing, maar dat het gewoon haar naam was. Dat is een beetje vreemd, want dan zou haar zuster precies dezelfde naam hebben in vers 13. Zou het kunnen dat haar naam dan Curiae is? Hè? Dus lady, dame, is dan eigenlijk een eigen naam van die vrouw. Dat is ook niet helemaal waarschijnlijk. Kijk maar naar vers 8, waar de meervoudsvorm gebruikt wordt. Dat lijkt dan niet waarschijnlijk dat zij die naam draagt. Goed, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Zou het ook nog een keer een aanduiding kunnen zijn van een kerk? Dat wordt ook wel aangegeven, dat Curiae dus zou slaan op de kerk. Ik denk niet dat dat het geval is, maar ook daar kun je dan misschien nog van mening over verschillen. Is dat waarschijnlijk? Is het mogelijk dat Johannes een lokale kerk heeft geïdentificeerd als de kerk? Dat is de groet is van de ene gemeente tot de andere. Dat is een mogelijkheid. Efeze 5 natuurlijk, daar identificeert Paulus de gemeente als de bruid van Christus. En datzelfde komt ook voor in Openbaring 19. Dus er is een redelijke kans dat we hier met deze dame en haar kinderen te maken hebben met een aanduiding voor een kerk in Klein-Azië. De omstandigheden die hier verondersteld lijken te zijn trouwens, als het gaat over die valse leraren, lijken nogal op de situatie van de eerste Johannesbrief. Dus we moeten wel aannemen dat Johannes in Efeze is, als hij dat schrijft, en dat we ongeveer in het jaar 90 tot 95 zitten wat dat betreft. Vers 1 tot en met 3, dat is dus de introductie, de identificatie van de ontvangers, de groet. Het is dus een brief van de apostel Johannes als de oudste die aan een lokale kerk schrijft. En de kinderen van die lokale kerk, dat zijn dus de kinderen die hier worden aangesproken. En de kerk die hier wordt aangesproken is dus een geheel van uitverkoren christenen. Dat is de strekking dus van dit gedeelte. Er zijn verder geen bijzondere moeilijkheden mee. Sommige van uw kinderen, dat staat dus niet in de tekst, maar dat halen we uit het woordje ek. Uit uw kinderen. Peripatuntas. Dus dan zeggen we sommigen. Dat heeft een partitieve betekenis, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Vers 8, Jezus Christus, de Zoon van de Vader. Sommigen hebben Jezus Christus daaraan toegevoegd. Jezus Christus, de Heer, hè, de Heer Jezus Christus. In plaats van gewoon Jezus Christus. Nou ja, dat is wat sommige overschrijvers nu eenmaal doen. En dit woordje en, dat is toegevoegd in de vertaling. Dat staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat is vers 1 tot en met 3. Gaan we kijken naar 4, 5 en 6. In vers 3 vinden we nog eventjes al die verschillende eigenschappen die zo belangrijk zijn. Genade, barmhartigheid en vrede. Zijn wel heel belangrijk. Het geeft ook een beetje de volgorde aan waarin alles bij ons komt. Het is eerst de genade die uit God voortkomt, die zich naar ons uitstrekt, de barmhartigheid die dan zichtbaar wordt in
de levensomstandigheden erin bestaan als hij ons roept en rechtvaardigt. En het resultaat is dan vrede, als ook een harmonie tussen ons en God. En die zal zijn, deze eigenschappen die worden helemaal tot volkomenheid gebracht. Wanneer wij leven in waarachtigheid en liefde. Liefde zonder waarheid is sentimentaliteit. Waarheid zonder liefde is natuurlijk alleen maar harde gestrengheid. Dat is een thema wat ook helemaal door 1 Johannes heen gaat, is die samenhang van waarheid en liefde. In waarheid liefhebben, in waarachtigheid liefhebben, maar ook in overeenstemming met de waarheid van het evangelie liefhebben. Vers 4 tot en met 11, het belang van die waarheid. Vers 4 natuurlijk, het compliment aan de kerk met een slag om de arm, want sommige van uw kinderen leven in overeenstemming met de waarheid. En dat sommige dus vanwege dat ek in overeenstemming met de waarheid, zoals de Vader ons ook geboden heeft. Zij wandelen in het licht volgens 1 Johannes 1 vers 7, maar als wij wandelen in het licht zoals hij zelf in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Dan leven wij in overeenstemming met die waarheid. Het is natuurlijk veel makkelijker om die waarheid te bestuderen of daar allemaal interessante discussies over te hebben, dan te leven, te wandelen in overeenstemming met die waarheid. Nu, heel belangrijk, vers 5. Nu vraag ik u, dame, niet alsof ik, hier zie je dat hoofd toch vertaald als alsof ik een nieuw gebod aan u schrijf. Het is geen nieuwe openbaring, het is er een die al lang gegeven is. Ook in de brief, in Johannes 2, vers 3 tot en met 9, hierdoor weten wij dat wij God hebben leren kennen als wij zijn geboden bewaren. Iemand die zegt, ik heb God leren kennen, maar zijn geboden niet houdt, is een leugenaar en de waarheid is niet in zo iemand. Maar wie zijn woorden gehoorzaamt, waarachtig is in deze persoon de liefde van God volkomen geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem zijn. Een accent dus dat op vele plaatsen in 1 Johannes, in de eerste brief van Johannes, gegeven wordt. Dat is belangrijk, omdat deze valse leraren dus juist probeerden om christenen weg te voeren van de waarheid. En dat betekende ook weg te voeren van de geboden die daar een deel van uitmaakten. Vers 6, dit is de samenvatting van de liefde. Wat is nou liefde? Liefde is in essentie de gehoorzaamheid aan God. Dus wij hebben elkaar ook het beste lief als wij Gods wil gehoorzamen, die in zijn woord is geopenbaard. De verschillende geboden brengen ons op het spoor van hoe wij in waarheid elkaar moeten liefhebben. Die ene liefde die wil zich dus realiseren in elke aparte uitdrukking van Gods wil. Dus in elk apart gebod. Het laatste woord van vers 6. Je moet erin wandelen en autij. We hebben daar al even over gesproken. Maar waar gaat dat nou op terug? Het kan, heb ik gezegd in de vertaling, in ieder geval terugwijzen op dat entolé. Dat is ook een vrouwelijk woord. Je moet in dat gebod moet je wandelen. Maar het zou natuurlijk ook kunnen terugverwijzen. Dit woordje dus. Het woord agape aan het begin van vers 6. Hè? Dit is agape, daarin moet je wandelen. Of dit is het gebod, daarin moet je wandelen. Nu ligt dit meer voor de hand omdat het dichterbij staat. Maar het lijkt inderdaad, ja, het lijkt er toch wel op dat het op dat entolé terugslaat. En dat maakt ook niet zoveel uit, want de inhoud van dat entolé is nou precies ook de liefde. Alle specifieke geboden die God geeft zijn eigenlijk voor een christen samengevat in het ene gebod van de liefde. En dat ene gebod van de liefde werkt ook als de sleutel voor het begrip van al die andere specifieke geboden. Dus elk gebod moet in overeenstemming met het liefdesgebod worden uitgelegd. Maar het liefdesgebod als zodanig is niet genoeg. Dat moet weer uiteenvallen in een veelheid van specifieke geboden. En zo is er dus een samenhang tussen
wat in het Jodendom wel eens een vader heet. Dus een mitzwa, een gebod, wat vele geboden in zich omvat. En de kinderen, dus we hebben een vader en kinderen. De vader is het liefdesgebod in het algemeen. Hebt elkander lief. En de verschillende geboden zijn uitwerkingen daarvan. Hè? Maar ook de naaste liefde en de liefde voor God hoort bij dat zogenaamde ene gebod. Zo werkt dat tot en met vers 10. En 10 is dan wel heel belangrijk. Laten we eerst kijken naar vers 7. Want nu komt Johannes in vers 7 naar het tweede grote doel van zijn brief. Niet alleen maar om te herinneren dus aan het liefdesgebod, maar vooral om te zeggen dat ze zich moeten distancieren van die valse leraren die deze belijdenis dus niet hebben. Er is grote blijdschap bij hem vanwege het bestaan van die waarachtige gelovigen in deze gemeenten. Maar nu zijn er ook gevaren van mensen die in de wereld gegaan zijn. Ik heb dat neutraal vertaald, die in de wereld zijn uitgegaan. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, dat zijn de bedriegers die uit de gemeente de wereld ingegaan zijn. Hè? Ze hebben de gemeente verlaten. Het zijn dus, hoe heet dat op zijn Nederlands, defectors. Hè? Het zijn de mensen die uit het leger zijn gegaan. Hè? Dus het leger hebben verlaten. Ik kan zo gauw niet op het Nederlandse woord komen. En zodra je afwijkt van de waarheid, zul je ook ontdekken dat je afwijkt in de liefde. Dat werkt trouwens niet omgekeerd. Je kunt niet van een gemeente zeggen die uitblinkt in onderlinge liefde, dat ze daarmee bewijst de waarheid te hebben. Dat is een onlogische vorm. Is een groot probleem dus met deze rondtrekkende leraren, die soms enorm prestige hadden en... Ik heb wel eens de toepassing gemaakt dat ik vele moderne evangelische leraren daar toch wel onder wil scharen. Dat wordt me niet in dank afgenomen. Het is geen vriendelijke boodschap, maar dat is toch precies wat ik vaststel. En dat ik vaststel dat ze juist in de kernbelijdenis allerlei concessies doen. Een bedrieger en een antichrist, dat komt nu helemaal voor. De meest algemene fout bij die valse leraren is van christologische aard, dat Jezus niet gezien wordt als de komende in het vlees. Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is door God verwekt. En iedereen die de Vader lief heeft, heeft ook het kind lief dat de Vader heeft verwekt. Dat is 1 Johannes 5 vers 1. Dus liefde voor de broeders en zusters komt voort uit onze liefde voor Christus. Valse leraren dus... Dat is vers 7. Dus daar stoppen we heel even. We pakken het even op bij het einde van vers 7. Zo iemand is de bedrieger en de antichrist. Er staat niet de antichrist, maar antichrist. Dus de antichrist moet nog komen. Soms kunnen we... Ja, er staat dus wel de antichrist... Maar soms kunnen we het bepaald lidwoord toch beter vertalen met een onbepaald lidwoord. Dat is misschien wel een beetje wonderlijk, maar soms is dat beter. Hij bedoelt niet te zeggen dat zo iemand natuurlijk de antichrist is, maar wel dat hij het karakter heeft van de antichrist. Wat zegt de oudste dus? Iedereen die de waarheid ontkent, is een waarachtige antichrist. Dus we hebben in het Nederlands ook wel de uitdrukking, het is de duivel zelf. Nee, het is niet de duivel zelf, maar zo iemand heeft het karakter waardoor hij bijna in aanmerking komt voor die titel plus het bepaalde lidwoord. Vers 8 ziet erop toe dat je niet de dingen verliest waar wij voor gewerkt hebben. Een compromis met die valse leraren zou kunnen leiden tot een verlies van de beloning. En de Hebreeënbrief spreekt daar nog wel eens over. Het zal natuurlijk altijd een gedeeltelijk verlies zijn. Want uiteindelijk is er een test van het vuur. Waardoor je al die dingen die
niet goed zijn die je in je leven hebt opgebouwd, zult verliezen, maar je zult toch behouden worden. Maar het is natuurlijk mooi als er ook een echte beloning is. Dat komt bepaald niet vaak voor in de geschriften van Johannes, maar Openbaringen 11 vers 18 noemt het idee van de beloning. En 22 vers 12, Openbaring 22 vers 12, kijk, ik kom spoedig en ik heb mijn beloning bij me om iedereen te geven in overeenstemming met wat hij gedaan heeft. Dus Openbaring 22 vers 12 maakt duidelijk dat dat idee van beloning toch wel bij Johannes thuis hoort. Vers 9, iedereen die voorwaarts gaat en niet in het onderwijs van Christus blijft, die heeft God niet. Het beeld is dat een christen de hele waarheid heeft, namelijk het onderwijs van Christus. En de valse leraren zeggen nou juist steeds dat een christen niet de hele waarheid heeft, er moet iets bij. Het is heel gebruikelijk in onze moderne wereld dat er valse leraren zijn die zeggen dat iedereen die niet het met hem eens is, eigenlijk maar kinderen zijn, dat ze nog moeten opgroeien, dat ze nog de doop met de geest moeten ondergaan, dat ze nog moeten groeien, dat ze zich moeten buigen voor Gods woord, zoals dat door een of andere profeet gesproken wordt. Maar dat is helemaal niet wat Johannes hier beweert. Blijven in dat onderwijs is meer dan genoeg. En juist het vooruitgaan, het meer willen hebben, het proagon van de Griekse tekst, dat is een teken van de valsheid van de leer. Je moet juist blijven in dat eenvoudige onderwijs van Christus. Want dan heb je zowel de Vader als de Zoon. En dat blijven betekent ook dat we te maken hebben met een diepe relatie. Een relatie die beschut wordt en bepaald wordt door het onderwijs ten aanzien van Christus. Vers 10 en 11, deze rondtrekkende leraren, die hebben altijd iemand nodig gehad om onderdak te krijgen. Die konden niet alleen staan, dus ze waren afhankelijk van mensen die hen wilden opnemen. En tegen deze gemeente wordt gezegd, dat moet je niet doen. Ontvang hem niet in je huis en groet hem ook niet. Ze moeten niet eens een groet geven. Ja, dat is wel heel belangrijk. Het betekent dus niet dat, laten we zeggen, een Jehovah's getuige die aan de deur komt, dat je die niet in huis mag ontvangen om met ze te spreken, of dat je ze niet mag groeten. Het gaat erom dat je als gemeente geen leraren moet ontvangen die een valse leer brengen. En dat gebeurt natuurlijk maar al te vaak. Een ieder in die gemeente die dan gaat groeten, en laten we zeggen als mijn gemeente, als mijn kerkraad een valse leraar zou uitnodigen en die doet een preek op de zondagochtend of zondagavond. En ja, ik voel mij toch sociaal verplicht om de man een hand te geven of althans te groeten. Ja, dan heb ik een deel aan zijn kwade daden. Dus het is nogal belangrijk dat de gemeente daarin ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu mag je niet zomaar iedereen de deur weigeren die een andere opvatting heeft, maar wel diegene die in feite het geloof van de gemeente willen ondergraven. En ik kan voorbeelden genoeg opnoemen waar dat gebeurd is. Goed, dat is de tekst tot en met vers 11. Ten slotte de laatste twee versen, 12 en 13. Wat kunnen we daar nog over zeggen? Hij heeft nog vele andere dingen te schrijven. Er is natuurlijk heel veel meer te zeggen over die valse leraren bijvoorbeeld. Het is niet duidelijk of hij dat niet al gedaan heeft in de eerste Johannesbrief. Maar het is wel duidelijk dat hij in dit geval aan deze groep van gemeenten zijn onderwijs niet op papier wilde zetten, maar dat hij ook echt wilde komen om het mondeling toe te lichten. Zo'n brief zou normaal gesproken in zo'n gemeente voorgelezen zijn. In dit geval kon hij op één velletje papier dus dit allemaal wel opschrijven.
Maar Johannes is van plan om als oudste de gemeente te bezoeken. En dan zou er toch een volledige vreugde zijn. Onze vreugde of uw vreugde. Uw vreugde zou compleet zijn. In ieder geval de vreugde van zijn leraar, van de geadresseerden van die gemeente, zou voorkomen zijn als hij naar die gemeente toe zou gaan om het allemaal mondeling toe te lichten. Dan tenslotte de kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. En ik denk dat dat een uitdrukking is voor de gemeente. Een andere uitverkoren zuster. Anders is het een beetje vreemd toch ook dat hier opnieuw dat woord eklektos gebruikt wordt. Dat er twee uitverkoren zusters zijn, dat is een merkwaardige uitdrukking als het om mensen gaat. Maar het is prachtig als het om die gemeente gaat. Die gemeente mag weten dat ze uitverkoren is, wat die valse leraren er ook over te zeggen hebben. En deze mensen die hebben hun groeten doorgegeven. Sommige handschriften zetten daarachter nog amen na het einde van die brief. Dat wordt heel vaak door afschrijvers van de Nieuwtestamentische boeken geschreven, om duidelijk te maken dat daar het einde van een boek is. En dus hebben we een meerderheid van Griekse getuigen, Griekse teksten, waar het woord amen aanwezig is als afsluiting van het boek. Behalve trouwens in Handelingen, Jacobus en de derde brief van Johannes. Maar het is een variant waar we verder geen rekening mee moeten houden. We kijken nog eens even door de hele brief heen om te zien of er nog iets bijzonders is. Vooral dat hier voortgaan, in het Grieks heb ik dat neutraal vertaald, die voortgaat en, maar het is dus inderdaad een voortgaan vanuit de plaats waar je moet blijven. Die proagon en tijdidagei, dat wil dus zeggen dat je voorbij het onderwijs over Christus gaat. Dat meno is blijven, omdat dat proago een verandering in status en positie met zich meebrengt. Dus de verschil tussen proago en meno, dat is voortgaan en achterlaten, en meno achterblijven of blijven. Zij holden voorwaarts, maar niet de goede kant op. Interessant is ook nog dit. Iedereen die, pasho, komt heel vaak voor in 1 Johannes, wel 13 keer. En dat wordt altijd gebruikt om mensen in groepen in te delen. Iedereen die, tegenover de mensen die het tegendeel doet. Die het tegendeel doen, moet ik dat natuurlijk zeggen. De dingen waarvoor zij gewerkt hebben, nou dat kan niet anders zijn dan het pastorale en missionaire werk. Wat de mensen gedaan hebben in hun eigen gemeente. Of wat Johannes gedaan heeft voor die gemeente. Het werk van Johannes en de zijnen. Dus ook de leraren die door Johannes gestuurd waren. Dat zou verloren gaan als die valse leraren zouden worden geaccepteerd. Even kijken, dan is misschien ook dit nog interessant. Het gaat dus in de kern bij deze valse leraren om de logening van Jezus als de Christus die in het vlees gekomen is. Dat is bijna hetzelfde als 1 Johannes 4 vers 2. Iedere geest die beleidt dat Jezus de Christus is die in het vlees gekomen is, is uit God. Hier wordt het tegenwoordig deelwoord ergomenon gebruikt. 1 Johannes 4 vers 2 wordt het participium perfectum gebruikt. Maakt niet uit, het is dezelfde gedachte. Je zou hooguit kunnen zeggen, het perfectum suggereert een verwijzing naar de incarnatie. En het tegenwoordig deelwoord, die komende is in het vlees, zou misschien, dus deze uitdrukking hier, komende in het vlees, zou kunnen verwijzen naar zijn terugkeer. Maar het zou beter zijn, denk ik, om beide uitdrukkingen, in 1 Johannes 4 vers 2 dus, en in 2 Johannes 7, om die als identiek te beschouwen. In beide gevallen gaat het om de incarnatie.
Dat is ongeveer wat ik over 2 Johannes nog wilde zeggen. En verder zijn er geen bijzonderheden. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.